ik ben Maaike en vandaag ga ik wat uitleggen over hoe je kunt oefenen met het schilderen van licht en donker. Daar zie je een paar schoenen en die heb ik met inkt geschilderd en met acrylverf. De versie met inkt is dus zwart op wit papier. En de versie met acrylverf is witte acrylverf op zwart papier. Dat is een goede oefening om grip te krijgen op licht en donker. Het zijn zwarte schoenen en toch zitten er highlights die bij allebei zichtbaar zijn. En hoe meer deze twee op elkaar lijken, hoe meer je dus het gevoel kan hebben dat je ook gewoon grip hebt op licht en donker. En juist ook gewoon met zwarte schoenen kan het interessant zijn. Om te kijken of je niet de hele schoenen zwart maakt of dat je lijntekening gaat maken. Maar of je echt de lichtvlakken en de donkere vlakken kan weergeven. Met inkt werk ik een beetje met zo'n soort kwast. Met een beetje wat dikker van onder en een punt van boven. En ik heb het aangemengd met water op een palet. Zodat je dus ook wat dunnere inkt hebt. En dus van een beetje van licht naar donker kan werken. Met acrylverf werkte ik met deze twee kwastjes. En de acrylverf heb ik in dit bakje gedaan. Ik vind het handig om een bakje van plastic te gebruiken en niet ook een palet. Omdat je namelijk de verf nog een keer kan gebruiken. Dus als je te veel verf hebt, dan hoef je het niet weg te gooien. Maar dan kun je de volgende keer alsnog weer diezelfde verf gebruiken. Ik heb hier nog een voorbeeld waarbij ik dus ook alleen met inkt heb gewerkt op wit papier. En dan zie je dus hoe erg het licht naar voren kan komen zonder dat je een lijntekening maakt. Dus door alleen vlakken te gebruiken en alleen met zwart te werken. Nou, ik ben benieuwd of je dat ook kunt. En ik ben ook benieuwd naar hoe dat resultaat eruit ziet. Dus deel vooral reacties. Misschien heb je ook ideeën over wat ik nu heb gemaakt. Laat het me weten. En als je zelf een resultaat hebt gemaakt, stuur dat ook vooral door. Ik ben erg benieuwd. Tot ziens! Thank you.